Afgelopen maandag speelde Jong Ajax thuis tegen Jong FC Groningen. En de ploeg van Pieter Huistra had de eerste twee duels in de competitie verloren tegen AZ en NEC. En ze waren gebrand om deze derde wedstrijd te winnen. Jeffrey Sapong schiet met links. Mooi effect en Ter Wielen, de doelman van FC Groningen, redt. Kwartier in de wedstrijd. Duel met Marvin Zegelaar en die grijpt naar zijn kuit. Heeft pijn. En op hetzelfde moment schiet Jeffrey Sapong. En het staat 1-0 voor Jong Ajax. Door een prachtig doelpunt van Jeffrey Sapong. Een van de betere spelers. Hartschot met een stuit. Onhoudbaar voor doelman Ter Wielen. 1-0 voor Jong Ajax. Mooie crosspaas van Daley Blind. George Ogeraru. Dan Castillon. Vrije trap geconstateerd. Achter de bal Timothée Atuba. Atuba. En het staat 2-0. Veel effect. Bij het eerste doelpunt in Ajax-shirt van Timothée Atuba. 2-0 voor Jong Ajax na 22 minuten. En de ploeg van Huistra ging door hier met Sarpong schiet. Ditmaal hoog over. Opnieuw Ogeraru met een lange paas. Op Castillon. Geoffrey Castillon geeft voor. En een uitstekende kans voor Zegelaar, maar die schiet hoog over. Het blijft 2-0. 10 minuten voor rust. Bonaventia opent op Atuba. Lange voorzet. Atuba op Castillon, die mist. En dan is het Danilo Sousa Campos die 3-0 scoort. 35e minuut. 3-0 door Danilo. We zijn nog steeds in de eerste helft. Vrije trap, Sapong. Voorzet. En dan is Castillon die maait over. Opnieuw een grote kans voor Danilo en Castillon. 3-0 was de ruststand. En ook in de tweede helft ging Ajax door met Donald. Schitterend schot. Een metertje naast Mitchell Donald. Groningen kwam er niet uit. Opnieuw Donald. Danilo. Danilo. En die bal wordt gestopt door Ter Wielen. Daar had hij eigenlijk misschien voor moeten geven. Opnieuw Ajax. Met Zegelaar. Opening op Castillon. Op snelheid. Castillon. Castillon kans. En die gaat over en naast. Dan een van de spaarzame aanvallen van Groningen. Dennis Kroonen. Gaat tussen twee man door. Dennis Kroonen. Kan hij voorgeven. Geen gevaar en Ajax er snel uit met Danilo. Op Castillon. Veel ruimte. Op jacht naar het doelpunt. Castillon schiet. Maar het is hem niet gegund. Ter Wielen zitten met de handen tussen. Geen doelpunt dus voor Castillon. Bonaventia. Danilo. Danilo. Schiet en een mooi hakje van Castillon. Het is hem niet gegund. Daardoor blijft het 3-0 voor Jong Ajax. Nou ja, het is natuurlijk goed dat we de eerste overwinning binnen hebben. De eerste helft hebben we daar ook goed voor gespeeld. De tweede helft was wat minder, maar ja, 3-0 is altijd goed. Wat was het verschil? Het zijn de eerste drie punten voor jullie. Wat was het verschil vandaag met de voorgaande wedstrijden? Nou, de voorgaande wedstrijd, de eerste wedstrijd in AZ was een beetje ongelukkig. We hebben ook redelijk gespeeld. De vorige wedstrijd zaten we net op de transfer deadline, jongens die met verschillende dingen bezig waren. Vandaag was iedereen geconcentreerd en vandaag wist iedereen waarom hij op het veld stond en waarom je als team moest spelen. Nou, dat hebben ze zeker de eerste helft goed laten zien en dan loop je er ook vrij gemakkelijk overheen. Rolly, eindelijk de eerste drie punten voor Jong Ajax en terecht denk ik, hè? Wat vind jij? Ja, het duurde in principe wel heel lang. We hebben twee wedstrijden gespeeld, 0 punten en we hebben vandaag heel goed gespeeld. Veel druk op de tegenstander gehouden en zo. Dus we hebben nu 3 punten te pakken en daar zijn we heel blij mee nu. Jeroen, de eerste wedstrijd weer na je blessure bij Jong Ajax tegen Jong FC Groningen. Hoe ging het?
Ja, wel lekker. Als je 3-0 wint en als keeper zijn houden 0, ja, dan is het altijd een lekker gevoel om weer lekker zo te starten. Ja. De eerste helft werd je niet echt op de proef gesteld, geloof ik, hè? Nee, maar dat is ook lekker. Ja, kon je keihard langzaam winnen en dan kom je er makkelijk in. Dus ja, dat was lekker dat je niet zoveel te doen kreeg. En een compliment aan het team natuurlijk dat we gewoon goed verdedigden. En wat je gezien hebt, goed aanvalden en gewoon mooie doelpunten maakten. Ja, dat is altijd lekker.